De bacheloropleiding geschiedenis bij de faculteit der Humaniora is met haar accreditatie de eerste week de eerste van de faculteit. Afgelopen week ontving de opleiding eindelijk het accreditatiecertificaat. Jerry Egger, richtingscoördinator, zegt in een interview met onze nieuwsdienst dat de accreditatie aangeeft dat deze opleiding voldoet aan bepaalde onderwijsstandaarden. Egger spreekt van een lang proces, om welke reden dit dan ook een trots moment is voor zowel de studierichting geschiedenis als de faculteit der Humaniora. Hij wees erop dat in 2017 zijn voorganger, Maurice Hassan Khan, het eerste accreditatiedocument had afgerond. Om verschillende redenen is het niet van de grond gekomen. En daarna hebben we dus ook geen opleidingen meer gehad na onze eerste drie cohorten. Maar in 2020, toen zijn we dus weer door het proces gegaan. En toen kregen we de proefvisitatie vanuit de universiteit zelf. En op grond daarvan mochten we weer van start gaan met de opleiding. En toen is dus heel gericht gewerkt aan een accreditatiedocument. En uiteindelijk heeft het dus in november vorig jaar plaatsgevonden. Dus een belangrijk aspect van accreditatie is dat je in elk geval voldoet aan een aantal minimale standaarden. Laat me er direct bij zeggen, dat betekent niet dat de opleiding perfect is. Er kunnen nog verschillende zaken zijn die minder goed zijn, maar in elk geval voldoe je dus aan een aantal minimale voorwaarden op grond waarvan men zegt van oké, je opleiding is geaccrediteerd. Bij accreditatie heb je een aantal standaarden en voor alle standaarden moet je minimaal goed hebben. De bachelor geschiedenis is voor een periode van 6 jaar geaccrediteerd. Volgens Egger bestaat vaak het idee dat een opleiding voor altijd geaccrediteerd wordt, wat echter niet het geval is. Je bent voor de rest van je leven geaccrediteerd? Nee. Je bent dus voor 6 jaar geaccrediteerd en dan maar de juiste data aangeven. De bachelor geschiedenisopleiding is van 18 maart 2024 tot 18 maart 2030 geaccrediteerd. Na 2030 vindt de heraccreditatie plaats. Dus dan moet je weer door het hele proces gaan om duidelijk te laten zien van hey, je bent nu een bestaande opleiding, dus geen nieuwe opleiding, maar een bestaande opleiding. En hoe zit het? En dan spelen ook dingen als waar zijn je afgestudeerd terechtgekomen? Kan je een beetje beter bewijzen dat die eindkwalificaties inderdaad de juiste eindkwalificaties zijn? Maar op de Antonie Kom Universiteit, dus nog voor die 6 jaar voorbij zijn, heb je na 3 jaar een proefvisitatie. En in die proefvisitatie bootst eigenlijk de universiteit, en met name dus kwaliteitszorg van de universiteit, zo'n officiële accreditatie na. In de komende periode zal de faculteit der Humaniora zich inzetten voor het promoten van de bachelor geschiedenisopleiding om zodoende veel meer studenten te interesseren in de volgende bacheloropleiding die in oktober 2024 van start zal gaan. Egger benadrukt dat geschiedenis vooral belangrijk is bij het begrijpen en onderzoeken van de identiteit van de Surinaamse samenleving.